Nou, 25.000 olifanten. Ik denk, ik visualiseer het maar even, want dat doe je meestal met hele grote aantallen. Dat is het gewicht van het kartonafval dat jaarlijks uit onze supermarkten komt. 25.000 olifanten. Ja, dat is fijn. En dan denk je, ja, wat is dat dan allemaal voor karton? Nou, dat is bijvoorbeeld deze kartonnen display. Die kennen jullie vast wel. Met koek of snoep. En met Pasen of met Ramadan of EK. Daar komen allemaal speciale edities van. Dat is zo ongeveer 7 kilo aan karton. En dat wordt dan weer weggegooid daarna. En dat ziet er natuurlijk wel heel mooi uit. Nou ja, tenminste de eerste paar dagen. Want na een aantal frontale botsingen met winkelkarretjes zien ze er meestal zo uit. Maar ja, het is gewoon hartstikke zonde om dat karton allemaal weg te gooien natuurlijk vooral. En ja, dat kan anders. En ik ga jullie vertellen hoe. Ik zal me nog even voorstellen trouwens. Ik ben Floor de Hu. Ik ben marketingcoördinator bij HBRTS. En dat is een totaalleverancier in herbruikbare transportoplossingen. En expert op het gebied van het poelen van herbruikbare items, transportitems. Dus kratten, dollies, palletboxen, noem maar op. Die maken wij, ja, circulair eigenlijk. Ja, en dat werkt al, dus dat is fijn. En ja, de afgelopen jaren zijn we enorm gegroeid. We hebben ook het bedrijf CC Retail overgenomen. Dus nu hebben wij de mogelijkheid om dit bestaande circulaire systeem toe te passen op heel veel andere transportverpakkingen die nu nog eenmalig zijn. Want het zou natuurlijk zonde zijn om het niet te doen, want het werkt, het is efficiënt, het is duurzaam. En een voorbeeld daarvan is onze Loopos Reusable Display. U ziet hem daar staan. Ja, ziet u hem ook? Ja. Ja, dit is een duurzame display die je aan het eind niet weggooit. Maar je kan hem wel 100 tot 150 keer gebruiken. En deze display bespaart 85% karton. En daarmee ook 65% CO2-uitstoot. Dus dat is heel fijn. Nu werken wij wel al een tijdje in deze branche en we weten, bedrijven vinden duurzaamheid heel belangrijk. Maar het is vaak niet het doorslaggevende argument om ook daadwerkelijk over te gaan op zo'n nieuw item. Helaas. En dit vind ik zelf dus het leukste aan deze Loopos display. Want wij hebben dus samen met retailers gekeken. En dan van degene die de marketing doet en degene die hem ook echt daadwerkelijk opbouwt en weer afbouwt. Van hoe kunnen we dit ook efficiënter maken door tijd en geld te besparen. En dat is gelukt. Want wij hebben nu een display, ja, die niet alleen duurzamer is, maar ook sneller en sterker en makkelijker en mooier, vind ik. En dan denk je, ja, maar dan zeker wel duurder, hè? Nee, zelfs goedkoper. Dus dat is heel fijn. Ook. Ik zal het even demonstreren. Kijk, het werkt met een heel makkelijk one-touch systeem. Dus ja, eigenlijk is het gewoon een stapel van deze trays. En daar schuif je die kartonnetjes in. En dan is het, dan heb je hem opgebouwd, dus dat gaat supersnel. Hij staat ook heel stevig op de dolly. Hij kan gewoon op alle soorten standaard dollies. En hij staat heel stevig op, dus je hoeft ook niet meer dat te lijmen of te nieten. Wat nu wel heel vaak gebeurt nog, weten wij uit ervaring. Dat is niet goed voor de dolly. En oh ja, ik had nog even een plaatje trouwens van de vergelijking. Kijk, dit is dan zo'n kartonnen display. Dat is 7 kilo aan karton. En dit is het karton van onze display. Dus dat scheelt nogal. Maar buiten dat kun je hem ook natuurlijk op allerlei soorten manieren designen. Kijk, ik heb hier allemaal voorbeeldjes gemaakt. Maar je kan hem ook, zeggen, nou, ik wil hem hoger, ik wil hem lager. Ik wil de zijkanten open, want mijn product is zo mooi. Die mag je ook van de zijkant zien.
Misschien werkt het ook wel beter met verkopen. Maar je kan zelf ook zeggen, nou, ik wil welke vlakken je open of dicht laat, dat kan je dus helemaal zelf weten. Sterker nog, je kan ook op de winkelvloer zelf lege trays verwijderen. Dus nou, misschien is dat voor de supermarkt, gaat het daar allemaal iets te snel. Maar bijvoorbeeld een dierenwinkel, een Hema, een Rituals, ik noem maar wat. Dan kan je dus de lege trays kan je ter plekke op de winkelvloer weghalen. Want het ziet er gewoon mooier uit. En ik zou nog allemaal dingen kunnen vertellen over waarom dit het beste duurzame product is. Bijvoorbeeld omdat het maar gemaakt is van één soort plastic dat 100% recyclebaar is. Dus het is ook heel makkelijk om te recyclen, want er zitten geen andere rare materialen in. Of bijvoorbeeld omdat hij, als je hem gaat transporteren, hij is heel stevig, dus je hoeft geen extra mantel eromheen te doen. Of plastic folie, wat normaal nu wel gebeurt. Of bijvoorbeeld omdat hij modulair is. Dus als hij kapot gaat, dan hoef je niet die hele tray te vervangen. Dan kan je ook gewoon één treetje vervangen. Dus dat is natuurlijk ook heel duurzaam. Nou, zoals je hoort kan ik er nog heel lang over doorgaan waarom het heel duurzaam is. Maar wat het eigenlijk het meest duurzaam maakt, is het systeem eromheen. Het poolingsysteem van HB. Want dat zorgt ervoor dat dat je één product vaker kan gebruiken. En dat is dus heel fijn, dat systeem, dat is er al. Dat doen we al met dollies en met rollies en met pallets. En dat kan met dit gewoon precies hetzelfde werken. En dat werkt dus alleen als er iemand is die zorgt dat het product dezelfde kwaliteit behoudt. Dat die afgeleverd wordt, opgehaald wordt, geregistreerd. Noem alles maar op. Iemand moet ervoor zorgen dat we met z'n allen gebruik kunnen maken van dezelfde items. Zodat we niet allemaal onnodig veel transportitems hoeven aan te schaffen. Dus ja, dat is eigenlijk wat dit product zo super duurzaam maakt. En het leuke is, dit pool management, dat hebben we nu dan toegepast op deze reusable display. Maar dat kan eigenlijk met nog heel veel meer transportverpakkingen die nu nog eenmalig zijn. En ik denk dat wij zo een hele mooie bijdrage kunnen leveren aan de circulaire economie. Okay. Dat was mijn verhaal, dankjewel. Dankjewel. Ik had twee vragen. De eerste was over het recyclebare, end of life, maar daar gaf je een antwoord op. Dus die moest ik aan de kant. Daarnaast was over het systeem. Die is voor mij ook beantwoord. Ik weet niet of er nog vragen vanuit het publiek zijn. Nee, dat is een duidelijk verhaal. Vanuit de jury? Ja, ik heb nog wel een aantal vragen. Het is van plastic gemaakt. Ja. Het is recyclebaar. Ja. Maar is het gemaakt van gerecycled plastic? Dat heeft te maken met meerdere factoren. De belangrijkste zijn denk ik dat het een food grade materiaal moet zijn. Omdat het dus ook in de supermarkt staat en met eten in aanraking komt. Dus het moet wel een juiste kwaliteit hebben. Heel veel recyclebaar plastic, dat mag niet meer gebruikt worden in de voedselketen. En wij zijn deze pool natuurlijk net begonnen. En wij willen wel de kwaliteit waarborgen. Dus wij willen dat het een sterk materiaal is. Maar, we hebben ze nu allemaal al. Als ze uiteindelijk kapot gaan, dan worden ze gerecycled. En dan kunnen we ze wel, dan kunnen we dus de tweede lading trays wel maken van ons eigen gerecyclede plastic. Want dan weten we dat het food grade is en behoudt het dezelfde kwaliteit. Nou ja, goed, daar kunnen we een discussie over hebben, maar liever niet. Nou ja, liever niet, dat begrijp ik. Hoe erg is het dat die displays van karton zijn? Want we zijn in Nederland toch heel goed in het recyclen van papier en karton. Ik bedoel, misschien dat die ook wel een paar keer mee kunnen gaan, die kartonnen displays. En als ze dan uiteindelijk worden afgevoerd voor de papierrecycling, ja. Whatever, is dat zo'n probleem dan? Nou, ik denk het wel. Ten eerste gaan kartonnen displays, ik denk niet dat ze heel veel vaker meegaan, want ze gaan meestal op de winkelvloer al best wel snel kapot. Maar ook, recyclen is goed, maar hergebruik is beter. Want recyclen kost ook, er komen ook weer dingen bij,
broeigassen bij vrij. En het moet natuurlijk ook allemaal getransporteerd worden naar het recyclecentrum. En uiteindelijk dat nieuwe karton, dat moet ook ergens vandaan komen. Dat komt waarschijnlijk, ja, dat kost waarschijnlijk ook weer meer transport dan de transport die hier plaatsvindt binnen ons poolsysteem. Dat heel efficiënt is ingericht. Doordat wij meerdere locaties hebben in Nederland die heel strategisch liggen. Dus ik denk zeker dat het heel veel beter is om een display te hergebruiken in plaats van hem te recyclen. Dankjewel. Okay. Ja. Geen andere vragen meer dan... Dankjewel. Ja. Dankjewel.